Ja, welkom op de Oude Meerdijk. Zoals altijd uitverkocht, 8300 toeschouwers en nog een paar, geloof ik. Lekker sfeertje. Gaat ook goed met de club. Thuis hier zeker daarover is al gesproken. Opkomst iets anders dan normaal. Geen handen in elkaar. Allemaal te maken met dat coronavirus. Geen handen schudden ook, hoewel men daar hier vrij nuchter over doet. Hij staat vandaag weer eens in de basis. Nicola Laursen, Deens Jeugd International. En de opstelling van Emmen rolt over het scherm. Verder alle vaste namen. Middenveld met Peña natuurlijk als smaakmaker. Laursen dus met De Leeuw en Kolar. Wat kan dit trio thuis? Waar Emmen al 9 wedstrijden ongeslagen is. Maar VVV is in 2020 ongeslagen. Zit dicht tegen elkaar aan. 1 puntje verschil op de ranglijst. Daar Michael De Leeuw, de captain en de topscorer ook. Centrale duo, Heilen en Araujo. En Simon Mulder is de scheidsrechter uit Huizermeeden, Noord-Groningen. Zijn broer floot vorig jaar ook in het betaalde voetbal. Maar die fluit tegenwoordig in Duitsland, vertelde hij. De opstelling van VVV. Met Opoku centraal op het middenveld als meest vooruitgeschoven pion. Jeboa en Wright aan de zijkant en Darvalu, de Algerijn, in de spits. Peña, Kolar niet. Jeboa, daar is VVW goed in de omschakeling. Want VVW heeft snelheid. Oh, hij is links. Nee, zegt Mulder, niks. Jeboa claimt iets, een overtreding. En dit is wel een overtreding. Wordt ook niet volgefloten. Wright legt terug. Jeboa dan. Nou gaat hij liggen. Weer niks, zegt Mulder. Jeboa ligt geblesseerd. En dat doet hij waarschijnlijk om de VAR de gelegenheid te geven nog eens te kijken naar dat moment. Ja, er is wel degelijk contact. Ja, daar kun je wat van vinden. 2 keer namelijk. Dit niet, maar die andere wel, vind ik. Het zou mij niet verbazen als de VAR Mulder adviseert van kijk er nog eens naar. Maar kennelijk gebeurt dat dus niet. Nee. Daar komt weer zo'n bal van Heiland. Van links centraal naar rechts. Geweldig zoals hij dat kan, de Belg. Laursen, De Leeuw. Hoho, dat scheelt weinig. Daar is ook een overtreding aan vooraf gegaan. Ik denk niet dat als die bal tussen de palen was verdwenen, dat die goedgekeurd zou zijn. Blessure bij De Leeuw, dat kan Emmen niet hebben. Oh, hij gaat eruit, De Leeuw. Dat is echt een aderlating voor Emmen. Topscorer met 9, de belangrijkste man in het elftal ongeveer. Atsiets komt erin. Het duurt even. Veters vastknopen, intapen. Ja, je houdt daar geen rekening mee. Ik kan dat ergens ook nog wel begrijpen. Dan zal Kolar waarschijnlijk wel in de spits gaan spelen. En Atsiets naar de zijkant. Hij meldt zich nu, de jonge Serviër. Heilen. Burnett. Burnett met een mogelijkheid. Burnett. Paal of zijkant van het net. Denk het laatste. Chacon. Peña, Laursen, Bijl. Dit ziet er dreigend uit, maar goed verdedigd. Herkansing, Bijl. Laursen of Chacon. Chacon ook niet. Chacon nog eens. Chacon en de redding van Kirschbaum. Ja, dit is het beste moment van de thuisclub. Na bijna een half uur.
Het zou mij niet verbazen als VVV vlak voor rust nog gaat scoren. En dat zou helemaal niet onverdiend zijn. Wright gaat er vandoor. Wright gaat liggen. En ook dit vindt Mulder niks. En ook dit keer heeft hij gelijk. Ik heb het idee dat Wright uit is op een strafschop. Dat hij zich laat vallen. Lauwersen. Bijl probeert nog iets. Post voorkomt dat. Allerlaatste mogelijkheid van Emmen met Lauwersen. En een perfecte redding van Kirschbaum. Tweede gevaarlijke moment van het team van Dick Lukien. Ja, Lauwersen glijdt weg. Nee, dan ook geen penalty voor Emmen. Maar wel een goal van Lauwersen. Jawel, goed de voordeelregel toegepast. Simon Mulder. En Nicolai Lauwersen. Maar Danny Post zegt, hij heeft de bal met de hand gespeeld. Is dat zo? Lauwersen dus. Zou hij hier de bal met de hand hebben geraakt? Mulder vindt van niet. En hij schiet hem knap in met rechts. Hoor, want het is maar een gaatje waar nauwelijks een muis doorheen kan. Nee, heeft de bal inderdaad niet met de hand geraakt. Heilen, goed doorgestapt door Koem. Jeboa. Afgetroefd door Burnett en Ben Moussa. Opoku. Gaat neer, blijft liggen. Spel gaat door, nu niet meer. Nu wel, nog steeds. Peña. Goeie bal op Bijl. Daar komt Kirschbaum eruit. En die is op tijd. Maar die wordt geraakt door Bijl. En Kirschbaum gaat verhaal halen bij Mulder. Maar die wil van niks weten. Hier dat duel. Bijl, ja, die glijdt door op de keeper. Dat wel. Maar ja, die keeper die glijdt ook door op Bijl. Peña. Links ligt de bal open, maar Peña gaat zelf. Peña gaat zelf. Hij legt af, Hatschits. En dan is daar de 2-0. Jawel. Marco Kolar. Maar heel goed werk van Peña. Wat is daar aan de hand met Koem? Koem glijdt daar weg. Kolar in een dubbele 1-2. Maar dit is de man van de voorbereiding. Peña. En dit doet hij goed. Atsjes doet het niet goed. Maar Kolar weer wel hoor. Klaar staat inmiddels Roy Gelmi. Dat is een Zwitserse jeugdinternational. En dit, ja, het doet mij bijna denken aan de blessure van Promes vorig jaar. Toen er ook eigenlijk niks aan de hand was en hij zich zwaar blesseerde. Peña, mooi. Lauwersen, ook mooi. Peña, oh, oh, acties, jongen. Centimeters, misschien millimeters. Dan was het klaar geweest. Dier. Mooi gevoetbald daar. Ja, Dick. Ja. Chacon. Hatschits. Burnett. Lauwersen op weg naar de 3-0. Het is 3-0. Nicolai Lauwersen. Wat een terugkeer. Maandenlang verkommeren op de bank. Na een geweldige entree hier in Emmen, begin van het seizoen. Jansen, Veendorp. Bijl, Veendorp. Ja, Bijl. Nou, dit gaat lekker hoor. Kolar. Hatschits. Kolar.
Darvalou met een omschakelmoment. Dat hebben we in de tweede helft van VVV nauwelijks gezien. Maar dit is een goeie hoor, met Yeboah, penalty. Nee! Oh, daar komt de Telgekamp goed weg. Die had hij wel mogen maken trouwens, die Yeboah. Hé, hij raakt hem inderdaad niet. Wat mij betreft goed gezien. Ja, jij kan boos op jezelf zijn, jonge vriend. Nou, een mooie toegift. Die willen we nog wel. Peña. Bijl. Bijl. Misschien Bijl. Bijl, nee. Die toegift krijgen we niet. Mooi weer dat inspelen en dan de derde man, Bijl. Het is zo simpel allemaal. Je kunt erop trainen, maar je moet het ook doen. Na een hele matige eerste helft waarin VVV eigenlijk licht in het voordeel was, is er nu de blijdschap bij de technische staf met Dick Lukien als hoofdtrainer. Emmen heeft een uitstekende tweede helft gespeeld.